Dan terug naar dat punt van de arbeidsmigratie waar we net over hebben. U zegt daar, we willen dat eigenlijk de grenzen dicht verlopen. U zegt, gooi ze open. Nou. Ja, toch? U zegt voorlopig dicht. Precies, wij willen een tijdelijke stop op economische migratie. De grenzen dicht klinkt... Nee, dat is wel maar voorlopig natuurlijk. Geen arbeidsmigratie, heeft u gezegd. Maar even een vraag dan, want hoe lang is die tijdelijke stop dan? En wat zijn dan de consequenties voor onze economie? De consequenties van deze ongebreidelde toestroom aan arbeidsmigranten. Er zijn op dit moment heel veel fabrieken, heel veel kassen, heel veel bedrijven die op dit moment gebruik maken van arbeidsmigranten. Maar u vraagt wat het gevolg is voor de economie. Dus ik vraag inderdaad van wat betekent zo'n stop dan? Daar wil ik graag antwoord op geven. Want het gevolg nu voor de economie is dat het totaal ongereguleerd is. Dat de lonen laag blijven. Omdat er nauwelijks een impuls is om de lonen te verhogen of om te innoveren. Wij zeggen, antwoord op uw vraag, hoe lang dan? Kijk, de arbeidsinspectie zegt, het is nu op dit moment dweilen met de kraan open. Arbeidsmigranten worden op zo'n grote schaal in Nederland nu uitgebuit. Dat is mensonterend en een grote schandvlek in onze samenleving. Wij kunnen dat niet meer handhaven. Wij hebben er geen zicht meer op, want het is gewoon te veel. Er zijn geen huizen voor mensen om hier te wonen. Ik vind, als wij mensen hierheen halen om voor ons te werken, dan hebben we ook de plicht om ze in een fatsoenlijk huis te huisvesten. Die zijn er niet. Meneer Dassen, en wij zeggen, hoe lang moet dat zijn? Nou, totdat dat in ieder geval op orde is. Dat lijkt me een reële kritiek op de huidige situatie. Nee, maar en die kritiek is ook helemaal terecht. Dus ik bedoel, de uitbuiting van arbeidsmigranten is echt een schandaal. En de manier waarop we dat met elkaar organiseren is helemaal verkeerd. Maar die blijft toch volop doorgaan als u niet ingrijpt? Als en, u zegt, er komt wetgeving aan om in ieder geval te zorgen dat die uitzendbureaus dat wat beter gereguleerd wordt. Maar wij zeggen ook, en dan kom ik toch weer met Europa, dat er ook een sociale Europese Unie moet zijn, waarin je afspraken maakt, ook over de manier waarop je met arbeidsomstandigheden omgaat. En dat is op dit moment ook niet gebeurd. Dat wordt altijd tegengehouden vanuit nationale lidstaten, vanuit partijen zoals de SP, die alles nationaal willen houden. Wij strijden al jaren voor betere rechten voor arbeidsmigranten, dat weet u. Ja, maar op elk niveau wat we maar kunnen. Maar